De tiende proef was 374 kilometer lang. Jan, het was een hele mooie, hoor ik jou zeggen. Zeker hele mooie. We begonnen met duintjes. Het duurde 14 kilometer. Daar zagen we spijtig genoeg al onze vriend Alex Loprijs staan. Dus dat was toch al een moment om toch even te zeggen van toch wel een keer bezinnen. En ja, opnieuw, zoals Pascal zei, de duinen waren heel moeilijk zichtbaar omwille van de zon. Dus we zagen eigenlijk maar iets een witte vlakte. Maar toch was dat heel gevaarlijk. En ja, het kwaad... Zo ging het bij Gert uiteindelijk ook. Het kwaad is spijtig genoeg bij onze vriend geschiet. En ja, dat is wel na de euforie van de 12e plaats vandaag. Kwam dat wel in de neutralisatie serieus binnen als een domper op de feestvreugde, zou je maar zeggen. Alle belangrijkste de banden zijn oké? Ja, dat is in orde, oké. Dus materiaal is gewoon totaal los, met manier van spreken. Het chassis is wel gescheurd. Maar voor de rest gaan we met volle moed de laatste twee etappes aan. En zullen we wel Riewoldt op de kaart proberen blijven zetten. Zo Pascal ligt even een L'tje te knappen. Was het een zware dag voor hem ook? Ja, met alle respect voor onze vriend uit Wello. Ja, hij doet het wel super goed. Af en toe zeg ik wel tegen Pascal, vergeet niet te genieten, man. Want daarvoor zijn we hier. En het is zomaar gedaan. Ja. Binnen twee dagen, we kijken er zo naar uit. Maar het is ook, op een oogopslag is het over. Ik zeg, dan moet je weer aan het werk. En dat is ook iets. Dus, nog twee dagen. Maar nog twee dagen, dus morgen bijltjesdag opnieuw. 100 kilometer duinen, level 3. Dus we staan 16e. En misschien zit er nog iets moois in. Het is nog niet beslist. Zo is het.